Burgemeester Jorritsma wil volgend jaar niet herbenoemd worden als burgemeester. Dat heeft hij tijdens een ingelaste bijeenkomst gezegd tegen de gemeenteraad. Ik heb het bericht te doen dat ik de commissaris en de minister van Binnenlandse Zaken heb bericht dat ik volgend jaar september geen tweede ambtstermijn ambieer. Jorritsma is burgemeester van Eindhoven sinds 13 september 2016. In september volgend jaar loopt zijn benoemingstermijn af. Rond die tijd wordt hij 66 jaar en daarom vindt hij het een mooi moment om te stoppen. Ratio, die leert dat alhoewel nog altijd jong van hart en geest de jaren gaan tellen. En dat een volledige tweede ambtstermijn niet haalbaar is. En de emotie is dat hiermee volgend jaar er ook een einde komt aan een toch hele lange, bijzondere en intensieve en veelzijdige loopbaan in het openbaar bestuur. Ongetwijfeld speelt bij zijn beslissing mee dat de afgelopen 2 jaar voor Jorritsma een onstuimige periode waren. Hij maakte van dichtbij mee hoe bij de avondklokrellen het station gesloopt werd. En veel woede van de demonstranten richtte zich op hem persoonlijk. Heeft de kritiek die u afgelopen tijd heeft gekregen ook meegespeeld in deze beslissing? If you can't stand the heat, don't stay in the kitchen. Nee, dat hoort in het vak. Bedoel maar, noem mij één bestuurder, één politicus die niet altijd onder het vergrootglas ligt. Dus nee, dat is voor mij, daar sta ik echt ver boven. Maar het waren wel zware jaren. Ja, ik ontken niet dat het zeker de afgelopen anderhalf jaar, dat het tropenjaren en maanden zijn geweest. Maar dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor vele anderen. Je hoeft geen mensenkennis te hebben, maar je ziet van 100 meter afstand, zie je al dat hij niet lekker in zijn vel zat. Dat het te groot was, dat het te veel was. Een zeurende gemeenteraad, af en toe ook nog, laten we eerlijk zijn. Ja, en ja, op een gegeven moment houdt het op. Het is niet dat ik denk, hij laat nu steken vallen of zo, maar het is wel dat ik denk van, het moet toch wel echt heel zwaar zijn als ik kijk wat hij allemaal op zijn bordje heeft, en zeker in de coronatijd erbovenop. Toen was het in de rest van het land nog niet zo aan de hand als in Brabant. Daar heeft hij natuurlijk wel meteen toen als een van de eerste burgemeesters echt naar voren getreden om te zeggen van, we moeten iets gaan doen met z'n allen. Dus dat vond ik wel een moment waarbij ik dacht van, dat is wat je vraagt van een burgervader. Wat voor burgemeester moet er hierna komen? Ja, we zullen even kijken wat voor profiel we op moeten stellen. Maar wel iemand die van mensen houdt. Is dat in tegenstelling tot Jorritsma? Hij hield meer van zichzelf. Want hier achter ons in de hal staat een wand met alle foto's van de oud-burgemeester. Er zit geen enkele vrouw tussen. Het mag toch wel anno 2022 zo zijn dat er een keer een vrouw op die stoel zit. Dus ik zou zeggen, vrouwen met kwaliteit, steek vooral je vinger op en hopelijk ben je geschikt. Jorritsma blijft nog aan tot 13 september volgend jaar als zijn opvolger bekend is.